Daar rolt de bal voor het eerst. Ruk meteen in de aanval. Verdedigende werk is van Van Blerk. Hier mag het van Urk zeker. Urk ver teruggetrokken. Diepe bal richting... Oh, kopt hij hem daar in zijn eigen goal? Nee, zo. Dit was een mogelijkheid waar DVS nog niets aan hoefde te doen. Kan ook in één keer, maar... Het lijkt erop dat het niet gaat gebeuren, of toch wel. Nee, slingert hem erachterin. Op het hoofd van Sam de Wit. Schot geblokt. Bal is nog niet weg. En daar is de 1-0. 0-1 voor Urk in de vierde minuut. Nummer 6, doelpuntenmaker. Lucas Nagel. In eerste instantie leek DVS de bal te kunnen verwerken, maar de bal bleef een beetje hangen. Komt voor de voeten van Lucas Nagel en die passeert Dean Brenewold in de hoek. Zo is hij naar 4 minuten voetballen. 0-1 in het voordeel van Urk. Sam de Wit. Ingespeeld op... Leek een goede aanval te worden. Nu gaat Urk er vandoor. Schraal. Voorzet. Laag over de grond. En weer een gevaarlijke kans daar voor Urk. De tweede keer dat ze voor de goal komen... is het via nummer 9 Klaas Romkes. En wordt nog aangeraakt door een DVS'er. Urk weer in de aanval. Nou, Roland Baas moet dit niet te moeilijk zijn. Maar kopt hem gewoon naar de verkeerde kleur. Zodat Urk verder kan in deze aanval. En weer misschien wel weer gevaarlijk gaat worden. Met laag over de grond. Ja, wat heet. Gaat nummer 11 schieten. Poeh. Weer een grote kans voor Urk. Elke keer als ze komen is het gevaarlijk. De derde. Stef Nijland. Van Blerk. Voorzet. Wie is daar? Van Lars van Wetering. Dat is Nicky van Hilten. Voorzet. Oh, dat was een 100% kans voor Lars van Wetering. Bij de tweede paal verwacht ik hem. Ja, daar. Maar er is geen DVS'er. Ingooi. Stef Nijland. Benjamin Roemion. Swingt de bal in. Ja, daar is hij. Nee. Zo, die keeper staat daar goed. Stef Nijland. Baas. Baas. Stef Nijland. Schotje. In de handen van de keeper. Richard Strijker. Dit is geen goede bal. Bal via de trainer van DVS binnengehouden. En dat gaat een kans opleveren. Dit gaat een heel gek moment worden. Maar gelukkig voorkomt de keeper dat van DVS. Stef Nijland. Heel veel ruimte voor Nicky van Hilten. Geeft de bal aan Jorik Priem. Gaat actie maken. 1 man voorbij, 2 man voorbij. Gaat nog eens een keer op avontuur verder. Schiet hem in de korte hoek. Goeie save. Goed schot. En weer een mogelijkheid voor DVS. Kruisheer, Sam de Wit. Owen. Nee, ik moet zeggen Jorik Priem. Jorik Priem. Actie. Man voorbij. Loopt zich vast. Owen. Ze gaat schieten. Schotje. Weer een mogelijkheid. De bal naar Stef Nijland. Nee, naar Ronald Baas. Roland Baas. Stef Nijland stoomt op. Levert de voorzet af. Sam Krauter. Sam Krauter. Doe het. Sam Krauter. Nee. Het is ongelooflijk dat die bal er niet in gaat, zeg. Het is echt... pure pech. Jorik Priem. Jorik Priem. Nou, schotje naast. Doeltrap. Is dit het laatste wapenfeit van DVS wat ze hebben kunnen produceren? Of heeft de scheidsrechter nog iets meer tijd gevonden bij al die wissels en het iets tijdrekken van wellicht de winnende ploeg? Nou, nog één keer dan. Ja, hij laat nog een keer doorvoetballen. Maar die bal is niet goed. Of wel goed. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. Het is Urk dat de punten hier... mee gaat nemen vanuit Ermelo.